Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Boven Ierland ligt momenteel een lage drukgebied met de kern. En dat lage drukgebied daar krijgen wij vanaf zaterdag mee te maken. Maar vandaag vielen we precies tussen twee storingen in, namelijk behoorlijke onweersbuien boven Polen en dus die storing boven Ierland. Vooral in het zuiden van het land was het flink zonnig en ook op sommige plaatsen werd het zelfs zomerswarm. In Zuid-Limburg is het 25 graden geworden. In het noorden van het land waren wat meer stapelwolken die uit begonnen te smeren. En daar was het dus wat minder zonnig en ook een stuk koeler met zo'n 20 of 21 graden. Rondom dat lage drukgebied ligt een storing gedraaid. En die storing die ligt momenteel hier waar natuurlijk de bewolking ligt. En die trekt de komende 24 uur geleidelijk steeds verder naar het oosten toe. Daarvooruit staat een zuidelijke stroming, daarmee komt warme lucht vanuit Noordwest-Frankrijk onze kant op. En zoals je misschien al ziet, boven Zuid-Frankrijk en ook Midden-Frankrijk komen steeds meer buien voor. En die buien die gaan gepaard met onweer en enkele van die buien bereiken morgen vannacht al ons land en kunnen misschien het oosten van het land aandoen. En in diezelfde warme lucht gaan morgen boven het noordoosten van ons land ook enkele nieuwe regen- en onweersbuien ontstaan. Uiteindelijk krijgen we dan s'avonds met het koufront te maken wat over het trekken. En dan uiteindelijk zondag zitten we in de koele lucht en vallen er verschillende losse buien. Kortom, het wordt wisselvallig. In de modelanimatie is dat natuurlijk allemaal nog veel mooier te zien. Het lage drukgebied komt onze kant op. Hier zitten de regen en onweersbuien voor morgen in de middag in het noordoosten van het land kunnen dat toch behoorlijk pittige jongens zijn. Verder wordt het wel op veel plaatsen zomers warm en met 25 tot 27 graden. En in de avond volgt dan hier de nieuwe storing, die met name in de tweede helft van de avond en tegen de nacht op sommige plaatsen toch voor behoorlijke buien kan gaan zorgen. Laat ik hem verder lopen, dan is te zien dat de buien in de nacht naar zondag overtrekken, ook zondag en maandag overdag gaan er verspreid buien vallen. Met name zondag kunnen het al toch talrijke buien zijn, waarbij lokaal ook een klap onweer mogelijk is. Maar eerst terug naar vanavond. Het is op de meeste plaatsen droog, eigenlijk bijna overal droog, en er zijn wolkenvelden en soms ook brede opklaringen. De temperatuur blijft nog lang aan de vrij hoge kant. Behalve in het noorden van het land, daar is die een tikje koeler, maar met algemeen zo'n 21 of 22 graden is het toch prima toe voor buiten. Vannacht iets meer bewolking, ook in het westen, in het oosten mogelijk dus die enkele regen of onweersbui. en uiteindelijk temperaturen die dalen naar zo'n 14 graden. Morgen wordt al een wat complexer dagje wat betreft weer. In het oosten- en noordoosten van het land, daar is het broeierig warm. Ook echt vochtig, klam zeg maar. En daar kunnen dan in de loop van de dag enkele regen- en onweersbuien gaan ontstaan. In het midden- en zuiden van het land, daar blijft het tot de avond zo goed als droog, verwacht ik. Maar uiteindelijk komen er vanuit het zuidwesten nieuwe buien opzetten. Die, met name in de loop van de avond en tegen de nacht, van zuid naar noord over het land gaan trekken. Koud wordt het zeker niet, met een oost tot zuidoostwind wordt het zelfs tot in de kustgebieden zomers warm met 25 graden. Het warmst wordt het in Limburg met 27 of lokaal misschien 28 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig, zondag talrijke buien, lokaal een klap onweer. Let op de temperaturen, beduidend koeler, zo'n 20 of 21 graden. Maandag ook ongeveer dezelfde waarde wat betreft temperatuur. Er valt iets minder neerslag, het is wel tamelijk bewolkt en zo nu en dan valt er een bui of een beetje regen. De buien zijn in elk geval niet meer zo talrijk als op zondag. Dinsdag gaan er opnieuw weer een aantal buien vallen. De buien zijn feller dan op maandag. De temperatuur die loopt vooral in het zuiden van het land wel weer ietsjes op en ook is er iets meer zon. Maar het blijft ronduit wisselvallig. Dat is ook te zien in de neerslagverwachting voor de komende dagen. Zondag dus veel buien, maandag ook nog wel. Dinsdag kunnen de buien feller zijn, maar minder talrijk. Woensdag en donderdag komen er weer een aantal storingen dichterbij. Met name op donderdag kunnen die toch behoorlijk wat neerslag opleveren. En dan vanaf volgend weekend, ja, dan neemt de onzekerheid flink toe. En dat is ook goed te zien in de temperatuurverwachting. De bandbreedte wordt groter en misschien dat de temperatuur richting komend weekend wel weer een stukje op gaat lopen. Echt zomersweer is dus voorlopig nog niet in zicht. Maar gezien de dagelijkse gang en de temperatuur zullen we de zon geregeld wel zien. Alleen houden we het niet altijd even droog. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.